op zich denk ik dat deel ik echt, dat het verstandig is om die field labs te doen. En hoe gek het ook klinkt, dat moet je nu doen. En niet in een fase waarbij het aantal besmettelijke personen heel erg laag is. Want dan weet je de uitkomst, dan kun je zo'n experiment doen. Maar dan is de kans dat je daar ook maar iets van leert heel erg klein. En kun je testen wat je wil, want je vindt niemand en er gebeurt ook niks. Zo'n experiment hebben we zelf al wel gedaan, hè? Dat was vorig jaar zomer. Ja, toen op een bepaald moment was ongeveer 1 op de 6.000 mensen Nederlanders was besmettelijk. Ja, dan kun je er rustig 5.000 of 10.000 bij elkaar brengen. En de kans dat er wat gebeurt is heel klein. Ja. Nu zit je meer in de orde van 1 op de 100 mensen is besmettelijk. Hè, als we naar de berekeningen van het RIVM gaan. Ja, dan leer je wat. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Hè? Maar dat betekent dat je die experimenten goed moet doen. Want we moeten er ook rekening mee houden. Dat nu gaan we straks langzaam naar beneden, maar COVID en corona is niet weg. Dus je moet het nu leren om ook straks in het najaar weer te kijken wat gaan we doen. Want niet iedereen laat zich vaccineren. Mm-hmm. Niet iedereen heeft misschien een even goede respons op het vaccin. Misschien komt er op enig moment, dan laten we wachten tot het heel, hopen dat het heel lang duurt, maar komen er ook weer mutaties. Mm-hmm. Dus je moet leren. Ja, maar er waren veel collega's van u, medici, die zeiden, man, voor dat geld, man, 925 miljoen. Ja, maar dat was een bedrag, dat gaat meer, dat gaat niet even. Dat is niet alleen een feestje van meneer De Pladder. Maar sterk nog, en daar is in het kader van communicatie, want u gaf net ook aan over die lijst, ook dit is zo'n enorme, laat ik zeggen, misverstand wat er ontstaat. Want je hebt namelijk twee type activiteiten. Je hebt namelijk de field labs, waar echt de wetenschappelijke ook ondersteuning en advisering is over hoe gaat dat nou in de praktijk. En je had die test die testen. En die testen testen, die kosten zoveel geld. En dat is in feite eigenlijk richting, die heb je ook in Breda een aantal, die heb je in elke stad, waar je kunt zeggen, je mag naar een theater toe als je bent getest. En dat is een hele andere discussie, maar die zijn door elkaar heen gaan lopen, omdat ook op die befaamde lijst, ik noem het tegenwoordig die beruchte lijst, die testen-testen-evenementen en de field labs vermengd hadden, waardoor het voor iedereen dacht van ja, 900 miljoen. Maar een aantal field labs, dus, maar dan moeten we er ook de lessen wel goed uit leren. Maar dat je nu een aantal van die field lab-experimenten doet, dat is gewoon echt verstandig. Ja, hoe gek het ook klinkt. Eigenlijk ook, hè, van, er kunnen mutaties komen, de vaccinatiebereidheid is niet zo heel erg hoog. Er werd ook nog gezegd, Hugo de Jonge heeft ergens gezegd, 1 juli ongeveer zijn we allemaal gevaccineerd. Gaan we niet meer redden. Nou, dat hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid. Komt het Janssen-vaccin toch weer beschikbaar? En dus nu on hold gezet. Maar alleen al daarvoor zouden we gewoon vele miljoenen vaccins krijgen. Op het moment dat Janssen langer in de koelkast moet blijven staan, ja, dan wordt dat heel lastig. Ja. Maar zegt u eigenlijk, stel dat het een beetje, dat er een beetje schot in komt en we worden sneller gevaccineerd. Ergens zou je dan kunnen denken, wat hebben die field lab experimenten dan eigenlijk nog voor zin? Want dan kunnen we gewoon weer de hort op. Hoe ziet u dat? Nee, ik denk dat dat natuurlijk. Maar we krijgen straks een nieuw normaal, wat niet hetzelfde normaal is als wat we pre-COVID hadden. Alleen al om de reden zoals ik ze net noemde. Mm-hmm. Dus die lessen, natuurlijk moet je inzetten op maximaal vaccineren. Moeten we ook echt blijven stimuleren en mensen van goede informatie voorzien in de hoop dat men daarmee de afweging maakt om zich te laten vaccineren. Ja. Maar de ziekte is niet weg, die blijft. Hoe kijkt u eigenlijk naar de versoepelingen die zijn aangekondigd? Dus de terrassen gaan toch open. We mogen met z'n vieren naar het terras als we binnen één gezin horen. En we mogen met z'n tweeën als we elkaar niet zo vaak zien. Ja, nou, maar dat, ten aanzien van dat laatste weet ik niet wat mijn inschatting is. Ik denk dat de burgemeester en een aantal mensen zich er nog aan houdt, maar een hele hoop mensen niet. Dus dat zal niet zoveel doen. Ten aanzien van die avondklok hebben we eerder met het verschuiven, opschuiven met 1 uur... Hebben we in de ziekenhuizen geen enkel verschil gemerkt. Dus, ja, die kan er af eigenlijk? Nou ja, kijk, als dat is niet aan mij, maar dat is aan een kabinet om daar een besluit over te nemen. Maar u zou ja zeggen? Nou, het is niet aan mij. Maar nu ik er toch zit. Nou, weet je wat het is met die kabinet?